De Stichting Kinderen van de Voedselbank heeft de eerste Nationale Kinderrechten Award gekregen. Rapper Yesser die heeft deze award maandag 20 november in Middelburg uitgereikt. Wij hebben de Nationale Kinderrechten Award gewonnen. Het is een hele mooie bekroning op onze werkzaamheden. Niet alleen voor ons natuurlijk, maar voor het hele team. Want ja, we verzorgen dit uiteraard met z'n allen. En 4 jaar geleden opgericht als klein lokaal initiatief om een aantal kinderen binnen de regio te ondersteunen. En dan heb je het over de 100 tot 150 kinderen. Maar binnen 4 jaar tijd eigenlijk uitgegroeid tot een volwaardige landelijke organisatie, welke inmiddels duizenden kinderen op jaarbasis ondersteunt. De stichting zet zich in voor kinderen die zijn aangesloten bij een voedselbank in de leeftijdscategorie van 0 tot en met 15 jaar. En daarbij heb je het over categorie kinderen van om en bij de 34.000 kinderen in Nederland.